Het is geen geheim dat Gerard Joling een ijdele zanger is. Hij vindt het belangrijk om er goed uit te zien, maar ook hij wordt een dagje ouder. Inmiddels is de entertainer 63 jaar oud en kruipt hij langzaam richting de 70. Ik merk het natuurlijk wel aan alles, zoals aan mijn huid, dat ik ouder word, zegt hij in de weekend. Kan Gerard dit accepteren of loopt hij er straks bij als een of andere bejaarde Koen Codeshane? Ik accepteer het wel. Als ik het niet zou accepteren, zou ik een heel eng mens worden. Dan ga ik eruit zien als mensen die door bepaalde behandelingen een misvormd gezicht hebben en dat is het laatste wat ik wil. Doet hij dan geen botox meer? Nou, dat is alweer een heel lange tijd geleden. Maar dat moet je ook zo minimaal doen. Voor de rest doe ik eigenlijk bijna helemaal niets. Het is wel zo, als je het doet, doe het gedegen. En laat het doen door een goede arts. Ik zie wel eens mensen bij wie ik denk, wat heeft die nou laten doen? Ik ben daar heel voorzichtig mee. Gerard vindt dat hij er nog best aardig uitziet. Welk cijfer geeft hij zichzelf als hij in de spiegel kijkt? Um, een 7,5. Dat is niet best, omdat ik heel erg Wallen heb en die gaan nooit meer weg. Hij kan toch gewoon een onderooglidcorrectie doen? Of het op laten vullen? Ja. Dat kan, maar dat doe ik niet hoor. Ik denk dat je dat ziet. Ferry Doedens heeft er fillers in laten zetten. Oh, is dat zo? En die is nog zo jong, jo. Nou, ik ga dat eens met hem bespreken, haha.